Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je staat hier met een nogal grote plant op de vroege ochtend. Dus niet geheel zonder reden. Nee, dus niet zonder reden. Het is een, wij zijn bezig met een kerstbomenactie. Kerstboom eruit, kamerplant erin. Dus we halen straks ook de kerstboom op. Ja, precies. En het mooie is direct van de kweker, hè? Ja. Dus vers en uit. Dit is de goede plek zo? Nou cool, dan gaan we de kerstboom pakken. Ja, en een beetje een joekel, ik hoop dat die past. De vraag is nu alleen, die boom gaat de bus in, maar wat gaat er met dat boompje wil ik niet noemen, maar wat gaat er met die boom gebeuren? Wat gaat er met die joekel gebeuren? Ja. die laten we versnipperen. En dat is weer input voor groene energie. Het is ook toch een levend product. En wij van ons bedrijf vinden het toch wel leuk dat het een tweede kans krijgt zo. Nou ja, goed, die stond net nog de kerstboom, maar nu is die weg. Hij is weg, hij is weg. Was dat echt specifiek omdat dat ze dan zeggen, drie koningen, dan moet hij weg? Of was je wel een beetje zat? Nee, ik was hem nu wel zat. Hij heeft ons heel veel plezier gebracht, maar nu is het klaar. Goed, hè? Die plantjes die dan onder andere in Rotterdamse huiskamers komen, die komen niet uit Rotterdam, maar die komen hier vandaan. Ja, die komen hier vandaan. En het mooie is, het is een duurzame kwekerij. En die worden CO2-neutraal, worden deze planten gekweekt. Dus dat past mooi in het duurzame project van de kerstboom eruit, kamerplant erin. Zo, een wagen vol groen voor Rotterdam. Ja, die kerstboom die... Weet je, ik ben helemaal van de plantjes, dus die heeft mij, die is gekapt. En ja, daarna wordt die weggehaald en verbrand. En dat vind ik toch wel altijd elk jaar weer zo even slikken. En nu gebeurt er echt wat goeds mee. Ja. En ik heb er een mooie plant voor in de plaats, dus helemaal top. Ja,